Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag zit ik hier samen met Jordi95NL, want wij gaan eventjes het hebben over de nieuwe multiplayer reveal trailer van Call of Duty Advanced Warfare. Toch Jordi? Zo, wat een verrassende trailer, weg. Niet te geloven. Ja, zeker weten. Het is totaal iets anders geworden gewoon. Ik had niet verwacht dat het er zo uit zou zien in ieder geval, nee, met al dat springen en dat gedoe. Dat is het eerste wat je opvalt eigenlijk, hè, als je naar de trailer kijkt. Ja, zeker. Ik dacht, er komt gewoon weer een nieuwe Call of Duty uit. Er zullen wel een paar veranderingen inkomen, maar het hele spel was gewoon anders. Het is het hele... De bewegingen zijn nog wel lekker soepel, maar hoe je het spel moet gaan spelen, dat wordt echt gewoon 100.000 keer anders. Ja, ik had het er met jou over, hè. Dat je zo'n camp bijvoorbeeld in een raampje ziet staan en normaal gesproken moet je dan helemaal omlopen het gebouwtje lopen, maar nu kun je bijvoorbeeld gewoon het raampje van voor al inspringen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik zou er erg naar uit te kijken om het zelf te gaan spelen eigenlijk. Dan kan ik pas echt goed zien van hoe het en wat het eigenlijk gaat worden. Ja, precies. Ja, op first look, daar gaan we sowieso allebei heen. Dan gaan we hem zeker weten even uittesten. Nou, even. Want Ik denk gewoon de hele dag. Heel erg veel, ja. Maar we willen vandaag eventjes de nieuwe futures gaan doornemen van Advanced Warfare. Die nu allemaal bekend zijn geworden. En als eerste natuurlijk de health. Het aantal levens dat je hebt. Ja, en in Ghost was het heel erg weinig. In Black Ops 2 was het op zich, als je het vergelijkt met Ghost, wel redelijk veel. Want je kon nog redelijk snel nog wat terugschieten. Maar in Ghost leek het soms echt alsof je in 3 kogels al weg was. En in deze trailer, ja. Bij sommige wapens leek het ook hetzelfde als in Ghost. Sommige weer niet, maar toch wel een beetje die Ghost kant op, toch? Dat ene pistooltje dat je zag, dat schoot hij volgens mij op iets van 10 meter afstand of zo. En had gewoon een one-shot op een kill met het pistooltje. Ja. Dus... ik denk dat het aantal levens dat je hebt wel heel laag gaat liggen. Maar door natuurlijk de nieuwe futures van het exoskeleton suit, waardoor je heel hoog kan springen, waardoor je weg kan sliden, waardoor je naar achter kan jumpen, terwijl je ook gewoon de lucht in springt en alles, zal het nog wel meevallen. Ja, je kunt veel ontwijken daarmee met die nieuwe moves natuurlijk. Je kunt van alles doen om kogels mis te lopen, zeg maar. Maar je hebt ook die laserwapens nou, hè. En ik ben ook benieuwd hoe lang je daar iemand mee moet raakschieten voordat hij eigenlijk pas dood is. Ja, wat ik zag in de trailer is ongeveer anderhalve seconde. Niet heel erg lang als je het zo bekijkt in die trailers die zijn uitgekomen. Nee, dat klopt. Dus ik hoop niet dat ze echt kapot overpowered gaan worden. Want als je bijvoorbeeld in, laten we zeggen, 1 seconde met een laser iemand killt. En je kan bijvoorbeeld 20 seconden lang schieten voordat die moet afkoelen. Dan kan je dus 10 mensen of 20 mensen ermee killen. Ja, als je zo gaat rekenen en het wordt zo gehaald, dus, ja dan wel, ja. Dan wordt het denk ik wel een beetje te overpowered. Maar dat is natuurlijk nog even afwachten dat we er echt mee kunnen gaan schieten. Ja, je moet het zelf uitproberen natuurlijk. Het volgende wat ze hadden bekendgemaakt in de Advanced Warfare trailer was het nieuwe loot systeem. Dat houdt in, je kan gewoon spelen. En na een tijdje krijg je een speciaal care package. Wat je ook natuurlijk in Battlefield hebt met battle packs. En dan kan je nieuwe wapens uitkrijgen. Dan kan je hetzelfde wapen eruit krijgen... maar met verschillende soorten stats. Dus de damage wordt bijvoorbeeld wat hoger. Of de range die wordt bijvoorbeeld wat hoger. En ja, het lijkt mij wel super vet. Want je krijgt nu dus 350 verschillende soorten wapens in de multiplayer. Ja, dat is inderdaad heel erg vet. Ja, normaal gesproken heb je alleen maar attachments waar je wapens iets mee beter kunt maken. Maar nu kun je bijvoorbeeld door een nieuw wapen te unlocken, hetzelfde nieuwe wapen, misschien toch betere damage krijgen, zodat je bijvoorbeeld een bepaalde attachment misschien niet hoeft te gebruiken. Dat je weer iets anders kunt gebruiken. Dus ja, ik ben ook benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Ja, en je hebt nu ook, als je het bekijkt. Kijk, bijvoorbeeld als je de M27 pakt van Black Ops 2, die kent iedereen wel. Ja. Dan schiet die gewoon heel erg lekker. Maar op een of andere manier wil ik de fire rate hoger hebben. Door dus die nieuwe loots die je krijgt, die nieuwe wapens die je kan krijgen uit een soort van care package of whatever, kan jij dus bijvoorbeeld de M27 krijgen, maar dat de fire rate iets hoger ligt en daardoor de recoil weer wat anders wordt bijvoorbeeld. Dus mij lijkt wel echt vet om dan ook te experimenteren met al die verschillende soorten wapens, want je krijgt er echt heel veel. Ja, en voordat je ze allemaal hebt, ben je waarschijnlijk ook al even bezig. Dus misschien heb jij straks wel de beste uitvoering van het wapen, ben ik pas een maand later heb ik pas die ofzo. Ja, precies. Ja, wat ik ook had gezien is het... levelen gaat denk ik ongeveer tot de level 60 tot 70. Want hij was level 45 of zo in die reveal. Ja. En hij had 2 sterretjes. En natuurlijk de eerste, oftewel de nulste precies, gaat altijd tot de 5 sterren in Call of Duty. Dus ik denk dat het ongeveer 60, 70 levels gaan worden. En als er dan ook nog eens 10 prestiges bij komen, dan hoop ik dat je echt gewoon heel erg lang kan levelen. Want dat is natuurlijk een heel erg leuk
systeem aan Call of Duty dat je weer prestige kan doen, met weer kan doorlevelen en zo gewoon het leuk voor jezelf houden. Dus ik hoop dat er ook lekker veel levels in gaan komen en ook verschillende soorten prestige natuurlijk. Over het levelsysteem hebben ze het niet echt uitgebreid gehad. Bij de vorige Call of Duty, bij Ghost was het echt zo van, ja, we gaan met soldiers, prestige, dit, prestige, dat. Maar nu hebben ze het niet echt over het levelsysteem echt uitgebreid gehad. Of volgens mij überhaupt helemaal niet. Dus nee. Ja, ik weet niet. Misschien wordt het prestige weer zoals vanouds, dat je weer gewoon al je stats moet resetten. Of al je wapens moet resetten of zo. Al hoop ik dat niet, aangezien je zoveel wapens kunt unlocken. Maar ja. Ik ben ook benieuwd hoe dat eigenlijk gaat uitpakken met die prestiges en zo. Want ik ben zelf wel iemand die houdt wel van het level. Als het level over is, heb ik zoiets van, ja, ik zou toch wel graag weer opnieuw alles willen levelen. Ik wil graag alles unlocken en graag alles ontdekken en alles, ja, alles vrij spelen, zeg maar. Ja, precies. Ik hoop ook dat als je prestige doet, als het er dan echt in komt, want het is natuurlijk nog steeds niet bevestigd, dat je dan er ook iets voor kan krijgen. Ja, dat je niet alleen een nieuwe level krijgt. Ja, dat je niet alleen een nieuwe level krijgt, maar dat je ook gewoon misschien een speciaal pakje krijgt. Niet dat ik daar iets aan heb hoor, maar goed. of dat je misschien een speciaal wapen krijgt voor die bepaalde prestige of whatever. Want anders heeft het level natuurlijk ook geen zin, want je wil er wel weer iets voor terugkrijgen. Ja, dat klopt. Dus ja, dat is ook iets om over na te denken. Maar daar heb ik nog niet echt iets over gehoord. Dus misschien in de komende paar weken wordt het duidelijk. Dat zal vanzelf komen, want er komt natuurlijk steeds meer informatie naar buiten. Ja. Het volgende waar ze het over hadden was het nieuwe Create a Class systeem. Want je kan nu het ongeveer vergelijken met het Create a Class systeem van Black Ops 2. Want je krijgt in plaats van 10 punten die je had op Black Ops 2, krijg je 13 punten om te besteden aan je wapens, die natuurlijk 1 punt krijgen. Attachments 1 punt. Perks 1 punt. En scorestreaks komen erbij. Dus scorestreaks kosten ook 1 punt. Dat was bij Black Ops 2 nog niet zo. Dat deed je scorestreaks apart. Maar nu zit het dus bij je Create a Class systeem. Dus je kan 2 scorestreaks aanzetten. En dan heb je dus weer een extra punt om bijvoorbeeld een extra attachment op je wapen te zetten. En ik denk dat dat ook wel weer beter gaat worden voor je Create a Class systeem. Ja, ik ben ook. Ja, ik denk zelf wel dat ik meestal altijd met 3 streaks zal spelen. Maar ja, voor de mensen die graag hun wapen veel meer attachments willen geven, ja, dan hoef je geen scorestreaks te gebruiken. Maar ja, dan heb je ook weer minder scorestreaks. Dus ja, het is net wat je wil kiezen. Maar het lijkt op Black Ops 2, dus ook eerst wat opviel eigenlijk. Je keek ernaar en zei gelijk van, hey, dat lijkt een beetje op het Black Ops 2 systeem. En ook met dit punten, dat scoresysteem. Met die scorestreaks, dat heb je het ook gelijk weer. Dat het eigenlijk weer met het puntenaantal is. Net als bij Black Ops 2. Dus niet meer dat het per kill gaat, maar gewoon weer met, ja, 100 punten krijg je bijvoorbeeld voor een kill. En dat telt dan mee voor je scorestreak. En dan kun je die weer halen. En vlaggetje pakken. Ja, vlaggetje pakken en zo. Doctech pakken of wat. Ja, dat werkte wel goed voor Objective. Voor mensen die Objective speelden. Dus dat niet mensen in Domination alleen maar Team Deathmatch zitten te spelen. Maar ook gewoon echt nog soms voor die Objective gaan. Omdat ze dan een scorestreak willen halen. Dus precies. Ik vind het wel fijn. Ik denk ook, als je wat slechter bent en kan bijvoorbeeld niet je scorestreak halen, dan kan je bijvoorbeeld ook nu in plaats van je scorestreak, kan je een extra perk aanzetten. Ja. Als je bijvoorbeeld alleen maar de UAV en een Guardian of zo kan halen, ik heb geen flauw idee wat erin komt, en je kan er zeg maar niet hoger komen, dan kan je ook gewoon een extra perkje aanzetten of dan kan je een extra attachment aanzetten. Dus dat wordt ook voor de wat slechtere mensen, wordt handiger om hun class beter te maken, zodat ze ook weer betere scores kunnen halen. Ja, precies. Wat er nog meer was geconfirmed was heel veel over de nieuwe scorestreaks. Want je kan nu ten eerste kan je met 2 mensen in 1 scorestreak gaan zitten. Ja. En wat ik daarvan moet denken. Nou, ik heb als iemand in mijn bijvoorbeeld, laten we bijvoorbeeld erbij pakken, een AC-130 van MB2 of zo. Als iemand bij mij in mijn AC-130 gaat zitten, zeg ik van, hé, ga toch lekker weg, joh. Ik hoef ja, niet precies. Een AC-130 te hebben, hoor. Dat is toch van mij. Heb ik unlocked, heb ik verdiend. Gaat er iemand een pipo gaat erbij zitten? jij hebt hem gehaald, dus jij wil hem ook gebruiken. Dan komt opeens iemand je machinegeweer gebruiken of zo. Dat vind ik een beetje het Orbital V-set gevoel, net als in Black Ops 2. Jij haalt een Orbital V-set en iedereen profiteert ervan eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ik denk, als je in een party speelt met echt gewoon 6 vrienden en je speelt 6-6, dan kan je wel gewoon afspreken van kom even erbij, dan kunnen we even wat kills pakken. Ja. Maar als je met mensen speelt die bijvoorbeeld 0-30 gaan in je team, en jij haalt een scorestreak de hoogste in het spel, en dan komt opeens bij je in het dingetje zitten en hij haalt opeens een score van 30-30, dan denk van, nee maat, ga eruit, rot op, het is mijn scorestreak. Je had je allemaal die kills met jouw killstreak, ja, lekker. Ja. Wat er nog meer was bevestigd aan de scorestreak is nu ook dat je hebt bijvoorbeeld de sentry gun en je kan speciale aspecten aan je sentry gun veranderen om bijvoorbeeld in plaats van kogels granaten eruit te schieten. In plaats van je sentry gun neer te zetten, ermee rond te lopen. En dat kost steeds extra punten. Dus de sentry gun is 600 punten
En als je hem voor 700 punten gebruikt, schiet je in plaats van een machinegeweer noobtubes af. Als je 800 punten opzet, kan je ermee rondlopen. Dat is ook bij de UAV zo. Je hebt een UAV, die is bijvoorbeeld 300 punten. En je kan hem beter maken, dus sneller rond laten sweepen. Je kan misschien de enemies als een advanced UAV op de minimap laten staan. En dat kost steeds allemaal extra punten om je scorestreak te halen. Dus UAV kan je ook veranderen in een advanced UAV. Maar dan kost hij in plaats van 300 punten 500 punten. En dat vind ik echt heel erg goed. Ja, ondanks dat het meer punten kost. Het kan misschien wel... Ik ben in ieder geval blij dat de UAV terug is. Van Koning en zo. Maar ja, ik denk dat het ook wel vet gaat worden dat niet iedereen dezelfde scorestreaks gebruikt. Dat de ene bijvoorbeeld een advanced UAV gebruikt. En de andere gebruikt bijvoorbeeld weer... zoals je zei, misschien die Sentry Gun weer dat ervan. Of zo, die speciale versie. Of... weet maar nooit. Of ze gebruiken een helikopter, alleen dan in plaats van dat er een dik mitrailleur onder zit, zitten er gewoon raketten onder of zo. Ja, misschien werkt het ook wel zo straks met die chop, bijvoorbeeld dat er twee mensen in kunnen. Dat misschien is dat wel iets wat je aan moet zetten of zo. Ja, dat hoop ik in ieder geval, want ik hoef niet... Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Misschien dat je dat erbij aan kunt zetten, bijvoorbeeld voor 100 punten extra, kan er iemand bij jou inkomen zitten of zo misschien. Ja, nou, dat denk ik ook wel, want het is niet zo dat het... gewoon automatisch op je scorestreak zou staan. Nee, dan zou ik hem ook niet aanzetten. Nee, precies. Komen er allemaal mensen bij. Ga toch heen, jongens. Straks in je team van 6 man kunnen er 6 man in je helikopter. Ja, ja, staat iedereen afgaan op de map. Waar zijn iedereen nou? Nee, het is wel, ik vind het wel echt een hele goede nieuwe future. Ja, dat sowieso. Echt, als het goed wordt uitgewerkt. En dat is eigenlijk, vind ik, bij dit hele spel. Er zitten zoveel nieuwe dingen in. Nieuwe... extra dingen voor op je scorestreak. Je hebt natuurlijk nu het exoskeleton suit waarmee je de lucht in kan springen, kan dodgen, et cetera, et cetera. En ze moeten alles goed gaan uitwerken. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is een top Call of Duty voor nu, er nu uitziet. Maar als het niet goed wordt uitgewerkt, gaat echt kaart falen. Daar ben ik het wel mee eens, ja. Ik hoop nou echt dat het weer een keer goed gaat met Call of Duty. Ja, ik hoop het ook, ja. We zullen het gaan zien. Ja. Er is nog meer dingen natuurlijk gezegd, want je hebt nu ook virtual lobby en virtual firing range. Nou, dan kan je wapens uittesten. Kan je je pakjes laten zien aan je vrienden. Nou, woe! Hey, kijk eens hoe sexy ik ben. Hey, kijk eens, ik heb een heel erg gaaf pakje. Laten zien dan. Nou, we gaan even naar de virtual lobby. Nou, en dan ga je dat laten zien. Nou, leuk. Nou ja, perfect. Nou ja, voor de mensen die ervan houden. Ik vind zelf het customizen vind ik wel een beetje leuk. Af en toe een beetje met je poppetje kloten of zo. In Ghost in het begin vond ik het wel een beetje leuk om verschillende poppetjes te kiezen, maar nu heb ik zoiets van, ja, het boeit me eigenlijk niet wat mijn poppetje aan heeft. Maar precies. Ja, voor de mensen die het wel leuk vinden om te customizen en dingen te laten showen, nou ja. Ja, je kan hier wel ook heel veel aanpassen, want je kan je exoskeleton suit aanpassen, je kan je zeg maar je t-shirt, je hoofd. Ja, handschoenen uit jezelf die je aan kon doen. Ja, handschoen. Dus het wordt wel leuk om gewoon een mooi poppetje te maken. Ja, je hebt niet meer allemaal dezelfde poppetjes inderdaad. Dus nee. Ja, kan ook misschien handig zijn. Dus als iemand bijvoorbeeld, voor bepaalde game modes, als je iemand zoekt bijvoorbeeld die... Een pet op heeft, zeg je van, ja, die pet die liep daar of zo. Ja, misschien dingen. Dat groene hoofdmasker die liep daar. Ja, zo, ja. Misschien kan het ook wel in je voordeel werken, je weet maar nooit. We zullen het gaan zien. Ja. Het volgende wat bijna als laatste nog werd aangekondigd, zijn de nieuwe map-indelingen. Want je kan nu natuurlijk met jouw exoskeleton suit, zo wat een kutwoord, kan jij nu heel hoog gaan springen. En ik denk ongeveer echt iets van 3-4 meter. En daardoor moeten de mappen worden veranderd. En wat we al zagen, er waren 4 mappen aangekondigd. En wat we al zagen is, als je buiten loopt, kan je exoskeleton suit heel erg goed gaan gebruiken. Je kan op randjes springen, je kan op huisjes springen. Je kan dus eigenlijk, als iemand zit te campen, kan je gewoon over hem heen springen en hem dan zijn rug pakken bijvoorbeeld. Maar als je binnen loopt, dan kan je niet echt omhoog springen, omdat je dan met je kop tegen het plafond aankomt. Dus je krijgt nog de normale combat fights zoals je hebt gehad bij elke Call of Duty. Maar je krijgt dus ook een heel erg nieuw aspect aan Advanced Warfare. En dat wordt in de buitenomgeving, doordat je heel erg hoog kan springen met dat exoskeleton suit. En de mapindelingen, ik vind het er echt vet uitzien. Want je krijgt nu dus eigenlijk in één map, krijg je verschillende soorten aspecten eraan verbonden. Ja, moet je maar nadenken. Je kunt misschien wel op een gebouwtje gaan springen of zo. Op een dakje gaan springen of vandaar naar de volgende dak springen. Dus ja, zeg, kom je waarschijnlijk op plaatsen nu waar je in de andere Call of Duty's eigenlijk nog nooit bent geweest. Dus dat is ook wel een hoop om uit te vinden natuurlijk. Misschien een hele hoop nieuwe spots die je tevoorschijn gaan komen waar je vroeger met normale Call of Duty's niet eens bij zou kunnen komen eigenlijk. Ja, je moet ook op veel meer dingen gaan letten. Want er kunnen nu mensen boven je zitten, ze kunnen onder je zitten, ze kunnen echt overal rondvliegen. Want je kan natuurlijk ook met jouw exoskeleton suit een soort van hovercraften boven de grond. Dus je moet serieus
overal op gaan letten. En het wordt dus veel meer chaos. Het wordt echt veel beter concentreren. Ook natuurlijk op je minimap letten. Want ik hoop dat ze ook er iets in gaan verwerken. Dat je ziet of ze boven je of onder je zit. Zoals bij Ghost was. Ja, dat kan ik beter zien. Dat er een soort pijltje bij een red dot staat. Maar het wordt dus echt ook veel moeilijker om gewoon een goede score te halen. Omdat ze letterlijk overal kunnen zitten. En je kan van letterlijk elke kant worden beschoten. Maar ik denk wel dat het exoskeleton het campen wat minder gaat maken eigenlijk. Want we zitten nu met Ghost. Ja, over mijn opzicht is het heel erg camperig. Maar ja, ik denk dat er meer mensen dat denken. En ja, ik denk dat met dat springen en zo kun je gewoon over campers heen springen. Ik denk dat ze niet weten wat hun te wachten zou staan. Dus misschien zou het ook wel positief zijn wat het camper tegen zou gaan. En ik denk dat heel veel mensen dan heel erg opgelucht zijn. Ja, en natuurlijk de nieuwe map in Danny. Ja. Je krijgt ook niet meer veel plekken waar je kan campen. Precies, er zijn heel veel open gebieden ook waar je met je exoskeleton shoot. Ik zag in die trailer op een gegeven moment zelfs 4 mensen in de lucht hangen tegelijkertijd. Ja, dus ja. Ja, ik hoop dat het ook een beetje zo gaat worden. Dat niet iedereen in een hoekje zit, maar gewoon lekker over die map heen springt. En nieuwe functies uittesten en zo. Het aimen wordt natuurlijk ook veel moeilijker. Ja. Want je hoeft nu niet alleen maar vooruit te schieten, maar je moet ook echt gewoon mensen uit de lucht gaan afschieten. Meestal hoef je eigenlijk een beetje alleen van links naar rechts te aimen. En nou moet je echt gewoon ook helemaal omhoog en helemaal omlaag. Het kan zijn dat de enemy helemaal boven je zit en eentje helemaal onder je. Nou, wat ga je doen? Ga je eerst die onder je of eerst die boven je killen? Of ga je iets verzinnen waardoor je er overheen springt of tussendoor dodgt? Of dodge je opzij, daar cover toe. Precies. Het wordt echt heel erg goed nadenken. Het laatste, wat nog is bevestigd, zijn natuurlijk de game modes. Hardpoint komt terug. Daar ben ik echt daar fucking blij mee. Ja, daar kan dat ik was ook een van mijn favoriete game modes. Hardpoint in Black Ops 2, jongen. Magnifiek. Dat is toch wel een teken dat ze wel een beetje luisteren naar ons. Van wat we allemaal terug willen hebben. Capture the Flag, dat komt ook terug. Nou, iedereen kent Capture the Flag. Je rent naar de enemy baas, je pakt de vlag op en je brengt het terug naar jouw eigen vlag. Dat wordt echt een hele tactische game mode. En dat is ook al een hele tactische game mode. Yep. En als laatste zijn er ook 2 nieuwe game modes geconfirmed. Eentje, daar weet ik nog niet heel veel van op te noemen. Maar de tweede wel, dat is Uplink. En dat wordt een soort van Harry Potter zwerfbal. Ja, heet het zwerfbal? We zetten tegen elkaar zwerkbal, ja. Dat is zo'n bal naar elkaar of zo. Het wordt net als een of andere sportgame of zo. Wat we nou weer eens krijgen. Maar het lijkt me wel echt, het lijkt me echt kick om te doen. Want je moet die bal van de enemy basis of zo naar jouw basis toe brengen. Naar een soort van teleporter. Het lijkt wel een soort FIFA. Ja, maar je kan hem ook over gaan gooien. Dus het lijkt me echt wel grappig om die bal te zien vliegen. Naar mensen toe gooien. En dan spring je ertussen met je exoskeleton zoet. Vang je die bal op, ren je weg, weet je wel. Ja, dan ben je niet alleen maar met killen bezig. Maar dan ben je ook bezig met... Met voetballen. Ja, met naar elkaar toepassen of zo met voetballen. Ja, het lijkt FIFA in Call of Duty. Ja, precies. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Het lijkt me op zich wel een grappige game. Wordt ook gewoon om zelf te spelen voor de fun met een hele party Ja, met een party. Echt gewoon samenwerken om die bal naar de plek toe te brengen. Ja. Het lijkt me echt kicken. Als laatste helemaal is er natuurlijk ook heel veel aangekondigd over e-sports. En dat houdt in dat de competitive kant van Call of Duty. En ze hebben heel erg goed daarna geluisterd. Waarschijnlijk komt natuurlijk League Play terug van Black Ops 2. Ja, ik zag iets over Clan Wars, zag ik wel voorbij komen, ja. De hele competitive scene, die is daar gewoon fucking blij mee. Call of Duty Ghost, clan tegen clan. Het was leuk, maar er zat geen ranking systeem in. League Play, super, met ranking systeem. Master, Platinum, Bronze, Iron, Silver, weet ik veel wat allemaal. En dat was echt gewoon heel erg goed. Dus ik hoop dat het ongeveer hetzelfde gaat worden als League Play van Black Ops 2. Ja, dat hoop ik eigenlijk ook. League Play was op zich ook wel leuk om te doen. Het was heel iets anders dan Public. Je ging echt vol voor de win in plaats van, kills en deaths maakte niet uit. Gewoon lekker vol voor de win spelen met je teampje. En gaan met die banaan. Zwerkbal spelen. We hebben ook nog een heel, heel klein stukje gezien van het quickscopen, by the way. In de trailer zag je echt 3 quickscopes of zo van één persoon. Ja, hij sprong naar beneden en tijdens dat hij naar beneden sprong, killde hij ook nog iemand. Dus... Ja. Dus het quickscope, het komt terug, maar het gaat veel moeilijker worden. En het trickshotten, voor de mensen die graag trickshotten, het gaat moeilijker worden. Want je kan natuurlijk zelf nu de lucht in springen in plaats van dat je ergens af moet springen. Maar het gaat ook weer moeilijker worden, omdat iedereen in de rondte gaat vliegen. We gaan maar eens een 360 maken en dan lekker in de lucht springen. Nou, en dan even hoeven in de lucht, weet je, even richten, trickshot. Ja, dat gaat wel leuke beelden opleveren. Het gaat echt een heel andere Call of Duty worden. En sommige mensen, zoals ik ook al in de vorige video zei, een tijdje geleden. Heel veel mensen zeiken erom, het is geen Call of Duty meer. Maar de hele community, nou wat zal het zijn, 80% van de community wilde iets anders dan Black Ops 2, Ghost, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, alles. Dat hebben we nu gekregen, dat heb je gezien in de multiplayer review. Ik ben er blij om. Sommige dingen gaan natuurlijk wel raar worden, want je krijgt natuurlijk waarschijnlijk geen MOAB erin, geen nuke erin.
Zoals je had in Modern Warfare 3 en Modern Warfare 2. Ja, dat zag je al aan die Ruthless medals en zo die je kreeg. Dus waarschijnlijk zal het weer zo'n medal worden, denken wij, hè? Ja. Gewoon een soort van nuclear van Black Ops 2. Je zag ook al Bloodthirsty staan. Je zag Ruthless staan van Black Ops 2. En Death from Above en alles. Dat is allemaal van Black Ops 2, die medals. Ja. En wat er wel gaat komen is 15 perks in totaal. Dat is heel erg weinig. 15 perks. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel heel weinig, juist. Je had er 35 in Ghost. Je hebt er nu 15 in Advanced Warfare. Ja. Dus dat is een heel groot verschil. Maar ja, daarbij kwam wel kijken natuurlijk dat Ghost natuurlijk wel veel perks gesplitst had. En misschien komen ze dan weer bij elkaar, sommige perks of zo. Ja, we hebben gezien Flak Jacket. Dat is natuurlijk om minder snel dood te gaan door granaten. Maar daarentegen hebben we ook weer Danger Close. Ja, mijn favoriet uit MW2. Ja, wat een kut perk, man. Maar ik heb niet echt iets van Noobtubes gezien in de trailer. Nee, ja, nee. Wel met granaten. Ja, een grenade launcher best, ik vond dat ze je best wel snel gooiden eigenlijk. Je pakt ze snel, je gooit ze snel, vond ik. Maar kan misschien ook liggen dat hij misschien een bepaalde perk had aanstaan of zo. Waardoor dat je snel gooit. Zoals Fast Hands volgens mij zat er ook in. Misschien, ja, Fast Hands zat erin. Ja. Ik heb Dexterity gezien. Snelle schieten na het sprinten. Ja. We hebben Cold-Blooded-achtige perk gezien. Lightweight heb ik ook gezien. Komt. Lightweight, je hebt ook een perk, ik weet niet meer precies de naam. Dan kom je niet meer, als jij met je exoskeleton zoet bijvoorbeeld opzij boost of naar hoog grond boost, dat je niet meer op de minimap komt te staan. Ja. Toughness, zodat je niet meer als je geraakt wordt je richtpunt in één keer de lucht in vliegt. Ja. En dat was denk ik zo wel een beetje van de perks. Ja, perks, waarvan we nu, veel bekende perks, een paar kleine nieuwe. Ja, en hoe gaat het in de game worden? Ja, ik hoop gewoon, zoals ik al zei, dat ze het echt heel erg goed gaan uitwerken. Dat er weinig bullshit in komt. Maar dat zal waarschijnlijk de eerste paar maanden echt gewoon niet het geval zijn. Omdat er zoveel verschillende soorten dingen inkomen. Heel veel wapens. Dat gaan ze sowieso elke dag updaten. Elk wapen wordt sterker, wordt slapper, et cetera, et cetera. En heel veel verschillende soorten aspecten aan je scorestreaks. Wat ook gewoon aan het begin dat het spel net uit was. Sommige dingen heel erg overpowered zullen worden. En heel veel dingen ook gewoon heel erg slecht zullen worden. Ja. Daar ben ik ook mee eens, ja. Inderdaad. En dat ligt dus gewoon puur aan sledgehammers. Of ze dat gaan updaten, de ja of de nee. En hoe snel ze het gaan updaten. Ja, ik vind het wel ook een voordeel eigenlijk nou dat ze nou in plaats van dat er 1 jaar nou tussen de verschillende maak zit, dat ze nou met die 3 studio's zeg maar steeds 2 jaar nou ertussen hebben zitten. Dus dat gaat waarschijnlijk ook voor de komende Call of Duty's, als jullie die nog gaan spelen, dat het misschien wel ook wel beter wordt. En ik denk dat misschien deze Call of Duty ook 2 jaar ongeveer, of misschien wel langer in ontwikkeling gezeten. Ik denk dat dat misschien ook wel. Deze hadden ze 2,5 jaar. Ja, misschien gaat dat ons ook wel verrassen. Dat ze dat ding in hebben gestopt waarvan je denkt van ja, dat is misschien 1 jaar hadden ze dat misschien niet kunnen doen of zo. Ja. Ja. En ze sowieso zullen ze het veel meer hebben getest, omdat ze ook veel meer tijd ervoor hadden. Dat denk ik ook. Dus misschien de dingen die je nou hebt gezien, hoeven niet natuurlijk allemaal precies 100% eruit gaan zien in de multiplayer. Maar het heeft wel een beetje een mening gegeven over de multiplayer. Ja. Het is wachten dat we kunnen spelen op First Look. Dat gaat sowieso komen. Ik ga waarschijnlijk zaterdag en zondag en jij toch ook, Jordi? Ja, ik ga beide dagen. Maar misschien ook nog naar Gameforce in België. En dat is volgens mij een week eerder. Ja, dat moeten we nog even regelen. Maar waarschijnlijk gaan we daar ook met z'n tweeën heen. Dus voor de mensen die er ook graag heen willen. Of die ons willen zien, dan weet je dat ook meteen. En het wordt wel. Het wordt wel zo. Als jij Advanced Warfare gaat spelen op evenementen. Gameforce vs. Luke Gamescom, dat er heel veel aspecten nog aan geband zullen zijn. Dus dat je die niet mag gebruiken. Dus ook al speel je het spel nu, ook al kan je het nu testen, ook al kan je het nu spelen, je weet nog steeds niet hoe het gaat worden op de release, omdat dan alles vrijgegeven is. Ja, dat hadden we bij Ghost vorig jaar eigenlijk ook. Het speelde heel anders daar eigenlijk dan dat het uiteindelijk werd. Daar hadden we echt zo echt het gevoel van wow, dit wordt echt gewoon een goede Call of Duty. Ik had bij Ghost, speelden we 6 tegen 6 Domination op de map, die sneeuwmap, die hele grote. Whiteout. En ik, Whiteout. Ja. En ik had serieus, ik had 66 kills. Ja, dat als is ik nu, als ik nu Whiteout ga spelen, 6 tegen 6 Domination, haal ik er 25, 30. Ja, dat is waar. Dus je kan nu wel het spel spelen, maar je kan hem alsnog niet beoordelen. Het is echt, gewoon wachten tot je hem hebt. Je kan hem 1 dag van tevoren krijgen als je hem natuurlijk pre-ordert. En daarna is het nog steeds afwachten totdat de bullshit er verschijnen komt. Totdat natuurlijk iedereen ook het spel heeft gespeeld en ook weet hoe die het moet spelen. Want het wordt echt een hele andere Call of Duty. Moet er andere speels te gaan aannemen. Het wordt ook veel tactischer, het wordt veel beter opletten. En het wordt, naar mijn mening, ook veel moeilijker om echt een goede score te halen. Ja, denk ik ook. Maar ook met al die maps. Je kan overal op en onder en links en rechts. Dus de gameplays die echt goed zullen zijn, zullen waarschijnlijk ook echt goed zijn. Ja.
En je kan zwemmen, dat zijn we nog vergeten. Oh, ja. En je kan zwemmen. We hebben een zwemdiploma nu eindelijk gekregen. Dus na al die jaren kunnen we eindelijk zwemmen in de Call of Duty. Eindelijk. Nou, het eerste wat ik ga doen als ik water zie, is er lekker vol in duiken en lekker met een poppetje zwemmen hoor. Want... Precies, precies. Heb ik alles te willen doen in Call of Duty. Mensen, ik ga hem hierbij afsluiten. We hebben heel erg lang geluld. Ja, maar mij ook, ja. Dat is denk ik ook wel logisch. Want ik heb er best wel veel zin in als ik er moet zijn. Ik ook. Ik ga je natuurlijk up-to-date houden, Jordi waarschijnlijk ook. Dus Jordi, bedankt. Ja, jij ook, hè. En als jullie hebben grote, geef een duimpje omhoog. Als jullie meer informatie willen, want er zal nog veel meer informatie natuurlijk op het internet komen te staan de komende tijd. Let me know. En dan zie ik jullie wel weer in de volgende video. Yes. Bye bye. Later.